Vandaag zullen we vier onderwerpen behandelen. We praten vandaag over de gezondheidszorg in ons land. Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. Verder praten we dan ook over de 100 Champions of Suriname. Een project waarmee het FMI mee is gestart. En dat wordt dus ook in Suriname uitgevoerd. Daar zullen we dus vandaag de aandacht aan besteden. Er is een beurs gaande, Egidu-beurs. En vandaag hebben we dus ook de heer Edmund Rensch uitgenodigd. En verder hebben we dus ook nog artiesten uit het buitenland die ook bezig zijn met een project in Suriname. Dit is Martin Takki voor vandaag, vrijdag 6 april 2018. Ik ben uw gastheer vandaag en u zou vandaag dus Sherman Hoel moeten in de uitzending moeten hebben, maar vandaag is hij een beetje ziek en dus zal ik dus de uitzending doen. Huisartspraktijk, huisartsinstituut. Daar zullen we dus aandacht aan besteden. We hebben dus de heer, dokter Eddie Wongsheng vandaag uitgenodigd. Goedemorgen. Waar het eigenlijk om gaat is dat er huisartsen zullen worden afgeleverd. Afgeleverd worden. En daarover zullen we dus vandaag toch het een en ander moeten zeggen. Hoe lang bent u al bezig en van waar eigenlijk dit project? Om heel kort te gaan, ja, zijn we 4 jaar daadwerkelijk aan het opleiden. Mm-hmm. Maar het project bestond al 7 jaar geleden met de voorbereidingen. Ja. En wie we nu afleveren zijn dus dan huisartsen. En dan zou je zeggen, we hebben toch huisartsen? Ja. Want als je van het ADEC komt, dan in principe ga je naar de medische faculteit. Je gaat naar de medische faculteit, ja. Dan ben je in principe dus basisarts en dan doe je wat ervaring op en dan kun je dus als huisarts hier in Suriname functioneren. Ja. Maar de tijd van nu, die stelt andere voorwaarden, andere eisen aan de kunde van de huisarts. Ja. Om heel kort te gaan, wat wij dus leren op de universiteit hier in Suriname is prachtig. We leren een heleboel, maar het is meer gericht op de ziekenhuisbehandeling. Ja. Ze worden door specialisten opgeleid en er is nog ook niet eens een huisartsen opleiding, een co-schap van het ziekenhuis, van de universiteit. Ja. Terwijl de meeste klachten die dus de huisarts krijgt, wel eens 95% of meer, die horen bij de huisarts en niet in bij de specialist. Ja. En je moet kunnen herkennen. Dokter Eddie Wongsheng, u bent zelf ook huisarts. Ja, 40 jaar zo'n 40 beetje. Jaar. Wat zijn eigenlijk de ervaringen? Laten we zo beginnen. De ervaringen om toch een huisartsinstituut hier te hebben in Suriname. Het is heel belangrijk om dus de artsen die dus nu afgeleverd worden van de faculteit, dat we die dus als het ware die tools meegeven om te kunnen functioneren als huisarts die nodig is in deze tijd. Dus mijn ervaring is hier dat als je deze artsen tot huisarts vormt, dat die dus wat gespecialiseerder om zullen gaan met de klachten die gepresenteerd worden bij huisarts. En dus niet als een specialist denken, maar die als een huisarts gaan denken. En dat is 95% van de gevallen. Ja, toch zou er naar benieuwd. Wat zijn eigenlijk specifieke klachten die eigenlijk thuis horen bij een huisarts? Dat zijn de meeste klachten. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk alle klachten. Je komt met buikpijn, je komt met hoest, griepjes, oogvirus, rugpijn. En dan is het voor die huisarts is het belangrijk om te zeggen van, hé, dit kan ik zo behandelen en dat moet naar de specialist. En de behandeling van de huisarts bestaat eigenlijk meer uit de patiënt te kunnen doorgronden, in die zin dat je hem ziet in de context van zijn bestaan, dus de familie, zijn eigen problemen, zijn werk, en dat je weet dat daar die hoofdpijn vandaan komt. Ja. En daar komt die buikpijn vandaan. Ja. En dat je dat kunt zien, dan kun je hem dus daar het meeste in begeleiden en geruststellen. Die hoofdpijn die je hebt, die komt niet van de kanker die je denkt, maar dat komt uiteindelijk uit de nek, omdat je zit te knijpen
Je spang, no spang. Ja. Vandaag praten we dus over de actualiteiten rond het huisartseninstituut. Dr. Eddie Wong-Sheung, die hebben we vandaag bij ons. En daarnet gaf hij ook al aan, 7 jaren terug zijn we gestart. Ja. Laten we hier even teruggaan naar het begin van 7 jaren terug. Hoe zijn we opgestart? Van waar eigenlijk is dat initiatief gekomen? Het initiatief is gekomen vanuit de VMS. De Vereniging van Medici. Ja. Gesteund door het ministerie van Volksgezondheid. En samen hebben we gebundeld, hebben zij gebundeld en hebben een teampje vastgesteld waarvan ik de voorzitter was. Ja. Er zijn 2 commissies ontstaan, een VMS-commissie en later een ministeriële commissie. Dat is allemaal doorgegaan, 2 jaar aan knokken, instituten en statuten gemaakt, protocollen samengesteld en uiteindelijk hebben we een instituut opgericht en dat heet het Huisartsinstituut Suriname. Ja. Spreken dus goed uit. Ja, Huisartsinstituut Suriname. En het wordt afgekort als HISURI. Mm-hmm. HISURI, Huisartsinstituut Suriname. Ja, dan ben ik daar benieuwd. Hoeveel hebben zich aangediend en wat is het, waar zijn we van het traject vandaag? We hebben een start moeten maken. Eerst hebben er 5 ingeschreven, 6 waarvan 1 is uitgevallen. Dat is dus al in 2014 geweest. Dat heeft ongeveer 1 jaar geduurd. Dan is de volgende groep gekomen. Die bestond weer uit 7. Ja. Die hebben ook al hun diploma gegeven. En nu hebben we weer een groep die dus nu bezig is en in januari weer een certificaat zullen krijgen. Ja. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. Okay. En tenslotte, als ik het mag zeggen, proberen we die huisarts te ondersteunen met doktersassistenten. Hmm. Was dat nog? We hebben toch doktersassistenten? Ja, ja. Maar dat zijn speciale assistenten die opgeleid worden om die huisarts te kunnen ondersteunen. Niet zomaar gaan staan en zitten. Je moet de patiënt herkennen hoe die binnenkomt. Je moet op hun woorden kunnen nagaan wat er aan de hand is. En dat je die man niet als dergste aansluiten met zijn hartinfarct. Hmm. En dat je dus onder je gaat zitten en dan kun je op die manier spreken dus beter samen. Er start ook een doktersassistent opleiding. Doktersassistent opleiding. Daar, en daar ging dus de avond waar meneer gefilmd heeft, ging over certificering van huisartsen tot huisartsopleiders. Hmm. Dat is weer een vak op zich. Ja. En certificering van de doktersassistenten. Dus 2 groepen hebben we gecertificeerd. Op de 22e. Ja, ja. Goed, vandaag hebben we het dus gedeeld met het volk van Suriname. Ja. Maar wat zijn toch de verwachtingen verder als het gaat om de gezondheidszorg in Suriname met dit gedeelte erbij? Ja. De verwachting is in zo dat je dus op vele vlakken de gezondheidszorg een boost kunt geven. De kwaliteit zal toenemen omdat je dus de patiënt beter kunt herkennen en ook beter kunt behandelen omdat je met een ander systeem werkt. Het tweede is dat je ook economischer kunt werken omdat je dus gerichte medicatie voorschrijft. Je kunt misschien meer zelf doen waarbij je niet te veel hoeft te gaan verwijzen. Je hebt eigenlijk een hele verandering in het hele systeem ontstaat daarmee. De specialist wordt minder belast. En je hebt ook dat de spoedeisende hulp, waar de mensen meestal naartoe lopen, dat wordt minder belast. Kortom, er ontstaat een hele keten van veranderingen. Ja. En dat verwachten toch wij. Voor de duidelijkheid, niet dat de huisartsen in kwaliteit minder zijn dan wat we dus kennen, al kennen. Ja. Niet in kwaliteit minder, ze krijgen een heel bagage mee van de faculteit. Laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Maar er is dus bijna een verschil tussen een timmerman en een meubelmaker. Ja. Okay. Die ene kan timmeren, huizen maken en persen. Maar die meubelmaker gaat er een beetje met andere instrumenten en met een andere visie tegenaan. Ja. Dus wat is meer? Nee, het is een specialisatie in bepaalde. Daarom zijn ook huisartsspecialisten. Ja. Begreep u, dat is het verschil. Dat is het verschil. Ja. Hoe zou dat dan in de toekomst eruit moeten zien? De bereikbaarheid van de medische zorg. Daar gaat u dus een speciaal ander iets aan. Uiteraard verandert er meer. De huisarts van nu, die moet werken volgens een bepaald protocol. Die moet bereikbaar zijn. Dat betekent dat je een huisarts hebt hier
in Paramaribo. En je woont zelf in Nigeria. Je moet ter plekke zijn. Ja. Dus een huisartsenzorg is dus medische zorg, dicht bij de praktijk van de huisarts. Ja, goed. Zodat hij dus niet hoeft te gaan naar spoedeisende hulp in de tussentijd. U volgt ook de ontwikkelingen nu in het land als het gaat om de gezondheidszorg in Suriname. Voor zover ik kan. Ja, hebt u zelf ook een mening daarover? Nou, we zijn goed bezig. Nee, we zijn goed bezig. Zoals wij, onze groep van Hisuri, zijn er andere groepen die ook allemaal bezig zijn van jongens, er moet wat veranderen en we gaan het zo doen. En we moeten elkaar helemaal gaan vinden om dus eigenlijk er nog meer kracht bij te zetten. Dus we zijn gewoon goed bezig. Ja, de mané doosan kibri kibri, maar het is nu al onbekend dat Huisartsinstituut Suriname bezig is. En we zijn dus de heer Edmund, de heer Eddy Wongsjung, heel erkentelijk voor het delen van deze informatie met ons in deze maand in Taki. Ja, heel veel succes verder. Ja. En ook nog met het verder opleiden van de huisartsen in Suriname. Ja. Dank u wel. De heer Eddy Wongsjung, we hebben nog veel meer voor u op deze vrijdagmorgen in deze maand in Taki. Zo hebben we dan zometeen een aantal artiesten bij ons. Die komen dus vanuit het buitenland. En ze zijn bezig met een project in Suriname. Het gaat om de Legato Party Band, onder leiding van Herbie Goedhart. En zometeen hebben we ze in de uitzending. Van de muziek in ons land, Legato Party Band, die kennen we. We hebben dus een aantal clips ook van ze mogen zien op YouTube. En vandaag hebben ze dus hier in Suriname. Herbie Goedhart, goedemorgen, de leider van de band. Ja, ik wil het niet leider noemen. Niet geen leider. Oprichter. Oké, dus uno tak leader, maar ook oprichter. En daar hebben we ook nog Nathan Summerfield. Yes. Almost Shooting Manting. Wat me opvalt is dat de naam van Herbie Goedhart niet met een T wordt geschreven, maar met een D. Dus nog meer denk je dat kan dan. Dama da Hollanda. A Goedhart dat niet schrijft naar een T, maar naar een D. Is eigenlijk met een T, maar. De man voor ons. Goedemorgen, wat moet je team manting? Waar de voeding is er dan? Sweetie. Oké, maar toch, want Sanif Taki operator dat iemand hij zei aan me van ja, ik kom na 20 jaar weer terug in Suriname. En dan bedenk je dat toch, maar je tegen me aan dat man, die kan de 65 of zo, je weet toch. Maar nou, jong boy, hè? Na 20 jaar in Suriname, hoe kan je dat maken? Ik schaam me. Nou, een sheng. Nou, een sheng? Ja. Oké, maar dan ga je bosing dat. Van bosingen? Ja. Nou, een sheng. Nou, een sheng. Nee, maar na 20, wegens omstandigheden na 20 jaar. De tijd vliegt als je bezig bent. Dus, jullie zijn hier in Suriname met de partyband. Ja. En eigenlijk zijn jullie hier om toch bezig te zijn met een prachtig initiatief. En ik wil dat je het daarover hebt vandaag. Nou, vandaag de dag. Kijk, ik moet eigenlijk beginnen. We zijn 5 jaar geleden begonnen. Ja. Ik stapte uit mijn oude band. Ik wou iets nieuws beginnen. Ja. Ik ben me heel erg gaan richten op kindermuziek toen. Ja. En vandaar dat in 2015 de Commando Tijd werd gelanceerd hier in Suriname. Die kennen we ook. Hebben jullie ook aandacht aan besteed? Ja. Dankjewel daarvoor. Nu zijn we met Fitness Casico gekomen. Mm-hmm. En Fitness Casico is niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen. Ja. We moeten vandaag de dag fit zijn. Toevallig is het thema van wandelmars heeft met fitheid te maken. Ja. Dus het is, okay. Hebben jullie ook een wandelmarsgroep? Nee, we hebben geen wandelmarsgroep. Ja. We zijn wat dat betreft een beetje laat. Okay. Maar we hebben wel genoten van alle groepen. Ja. Nathan, je bent ook deel van deze groep, van deze klopt. Band. Klopt. Ben je al vanaf het begin erbij? Of? Ja, ik ben vanaf begin ben ik erbij. Oké, okay, met kindermuziek? Klopt. Hoe klopt. Anders is dat? Het is heel anders. Ik moet zeggen, de kinderen zijn meer aanwezig. Mm-hmm. Ze zijn meer aanwezig, ze zijn druk en daardoor doen wij ook heel vaak, we doen mee met die kinderen. Ja. Als Herbie bepaalde dingen zingt, go naar links, dan zie je ons ook meespringen met ze. Ja. Of we gaan ook mee naar rechts, die dingetjes. Ja. Dus het is leuk. Het is leuk. Ja, het is heel jullie leuk. Zijn in Suriname, jullie willen opnames maken?
Ook, ja. 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 Geef me een... Wat gaan jullie doen? Nou, we hebben al twee optredens gespeeld. Mm-hmm. Eén verjaardag hebben we gespeeld, ook voor kinderen. Ja. Even kijken, we zijn ook naar het binnenland geweest. We hebben mooie beelden geschoten in het binnenland. Ja. Ook een beetje teambuilding hebben we daar gedaan, was heel gezellig. Oké, teambuilding in, ja, Suriname. Ja, ja, zeker. Junatori. Kijk, Suriname is zo'n prachtig land. Mm-hmm. Dus mensen weten het, ja, maar beelden spreken. Mm-hmm. Dus we hebben hele mooie beelden van het binnenland van Suriname, niet alleen het binnenland, maar ook gewoon van de stad. Ja. En het is de bedoeling dat men die hier nog nooit geweest is, ja, direct wil gaan boeken. Oké, daar gaan jullie voor zorgen. Dat is de bedoeling. We maken kijk, we maken, ja, echt we, ja, zijn de hele tijd bezig met social media. We zijn echt Suriname, ja, aan het promoten. Nu willen we toch meer aandacht besteden aan Fitness Kaseko. Ja. Dan moet ik zeggen, jammer dat er nog geen clip is. Maar wat gaan jullie doen? Want er moet een clip komen. Ja, sowieso. Maar kijk, wij vonden nommer dat er beelden van Suriname in die clip moeten. Want we hebben in Nederland genoeg beelden. Ja. Wij vonden er moeten beelden van Suriname in onze videoclip. Ja, en leg uit waarom. Leg uit waarom. Jana Stonvoeten toch? Roots. Mm-hmm. Hier is die roots. Ja. En je mag zeggen wat je ook mag. Toen ik begon met muziek, dat is al heel lang geleden. Ja. Maar dan keek je op naar de bands en de zangers en de muzikanten, mm-hmm, van Suriname. En daarvan leerde je het. Ken je nog een paar formaties van toen? In mijn tijd was Aysa C hot. Ja. Aysa C Enzo Cruzani. Ja, Enzo Cruzani. Dat was, ja, in mijn tijd. Die waren, ja. Ja, en die artiesten toen? Artiesten. Je keek naar ze op. Ja, maar dan ook echt in de meest brede zin. Hè. Ja, ja, ja. Dan praat ik over Weilens, Papa Tauchi, Iwan Esseboom, die is nu aan deze kant. Ja, ja, klopt. Allemaal, Max, noem maar op. Ja, Max, nee, ja, allemaal namen van toen. Nax, ja, precies wat jij zegt. Ja. Nax, hebben we ook heel erg tegen opgekeken. Wij zijn daar wel 8000 kilometer verder, mm-hmm, maar we houden hier altijd in de gaten. Ja. Altijd. Niet alleen om die band, maar eigenlijk je takkie. Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Het bloed kruipt waar het niet gaat. Ze zijn dus de makers van Fitness Kaseko. En we gaan afronden met ze, met de groepsleider. Dat is dus de oprichter, want Amandelo Mitak, leider. Maar brengt dat wraving? Nee, dat is het niet. Als ze zegt groepsleider? Nee, dat is het niet. Maar we zijn een... het is gewoon echt een groep. En iedereen heeft zijn bedrag, zijn steentje bij. Ja. Deze man is vanaf het begin ook in de groep. Mm-hmm. Altijd geweest. Ja. Dus wat dat betreft ben ik niet meer dan hij is. Alleen ben ik begonnen. Iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. Mooi. Ze maken kindermuziek. En ik wil weten, wat is jullie volgende opdracht? Nou kijk, we zijn met kindermuziek zijn we in Nederland gewoon de grootste. Dat mag best wel gezegd worden. Mm-hmm. En, maar het is niet dat we alleen kindermuziek maken. We maken muziek voor iedereen. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat Suriname ons op dit moment gewoon leert kennen. Het gaat heel goed in Nederland, ja, ik mag niet klagen. Mm-hmm. Maar Suriname, okay, ik moet zeggen, die paar optredens die we hier hebben gespeeld, mooi, hebben me in het hart geraakt. Hoe heeft men daarop gereageerd? Heel goed. Vaarlijk Suriname. Heel goed, echt. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Mensen hebben er goed op gereageerd. Oké, okay, in het weekend, waar zullen jullie zijn? We zijn nu bezig met laatste dag wandelmars. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Mm-hmm. Maar we staan op zaak. Er gaat zeker wat gebeuren. Ja. Ja. Oké, okay, goed. Dan houden we het dus hierop. Als u Herbie goed hard ziet en ook nog niet in Summerfield, dan weet u dat ze zijn van de Legato Party Band. En u zult ze dan misschien zien om met het maken van beelden voor een clip misschien. Dan hoop ik dat ze mogen ook meedoen. Kom gerust in beeld. Dat gerust, in beeld. Kom gerust in beeld. Ze mogen ook de handtekeningen zullen ook worden. Luister, we hebben bijna geen rem. Bijna niet. Okay. Dus alles mag. Kom gewoon in beeld. En we zijn vrij, we zijn toegankelijk. Mm. Je kan ons altijd aanspreken. Ja. Dus ik wil trouwens van de gelegenheid gebruik maken om Fabian van Promarman ook te bedanken. Die heeft de promotour toen gedaan, ook met Commando Tijd. Dus big up voor dat. Ja, dat heeft hij dus ook gehoord. Ja, goed. Wat tappen? Van we shooting Mate Morofara. En hoe lang blijven jullie nog in Suriname? We zijn nog tot 12, tot en met 12 april. Ja, dus 12 april nog een paar dagen.
Ja. Oké, okay. Heb een fijne tijd verder. Yes, dankjewel. En dan ga je naar Tapsi, de Kwangchin Duik. Oh, hebben we gedaan. Ja, die beelden zijn er. Goed zo. Ja. Dan houden we dus hierop. We hebben nog meer gasten, maar het is toch heel goed om te weten dat de mensen ook uit Nederland komen naar hier om dan zo de beelden klaar te maken voor een volgende videoclip, niet alleen, maar dat ik ook toe denk, ik praat hier even om een promotie voor Sernang. En dat nog een gevaarlijk shoot door via het idee van ding. We nemen nog een clip ertussen en dan ben ik zo meteen bij u terug met onze volgende gasten. Er is nog een Egido-beurs gaande het komend weekend. En Edmund Rens hebben we dus hiervoor uitgenodigd. Er is een Egido-beurs, zal er worden gehouden in dit weekend. En Ator, die zie je ook naar Edmund Rens. Wat moet je het in manting? Ja, wat moet je het in manting? Eén, paar beurtje horen. Kan de sma no, tek de jesi arkiboom. Ja. Maar toch die de mate dat we tak moro voeren over een beurtje horen. Oké, okay. Nou, ja. Een beurtje horen in het district komen wij, no? Bij de Meersoren Sportbond aan de commissaris Turkoweg. Mm-hmm. Daar wordt het gehouden. En van 6, 7, 8 april. Ja, dus we beginnen eigenlijk vandaag. Ja, vandaag. Ja, vandaag. We hebben het journaal ook gevolgd. En daaruit bleek dat er meer participanten zullen meedoen. Okay. En dat is doordat die Wang, dat je Wang Chimoro fini. Om in te praten aan JRDC en eigenlijk soort business ermee doen. Oké, okay, vorig jaar hadden we ook zo'n beurs georganiseerd en daarbij hadden we 28 mensen, 28 hadden we 28 participanten. En we hebben een groei doorgemaakt naar 45. Dus Kotak 28 bedrijf? 28, ja, 28 mini-ondernemers. Het is een mini-ondernemersbeurs. En verschillende branches heb je. We hebben bloementeelt, sierteelt, plantenteelt. We hebben dienstverleners, culinair, crafts, kunst. Er is een diversiteit aan de zaken. Ja. Ja. Wat geeft dat aan eigenlijk? Geeft dat ook aan van ja, er is beweging in Kommerwijn? Ja, dat geeft in principe aan dat mensen willen ondernemen. Mm-hmm. En mensen zijn naastig op zoek naar een platform om te ondernemen. Omdat we hebben een aantal beurzen, maar meestal is het, zijn de financiën een drempel voor de mensen. Ja. En wij proberen op deze manier, door middel van aanboden van sponsoren, om deze mensen een platform te geven om hun producten en diensten meestal te promoten. Meestal hebben we het over districten. Ja. Dan voorlezen we denk ik dat we het over ondernemen, dat we denken huisvleit. De man is hier een Suitsani. Ja, ja. Of dan zat de man praan even de meepot naar de Movodoro. Ja, maar ja. Het is veel meer dan dat. Het is veel meer dan dat. Ja. En wat ik wel moet aangeven, dat we mini-ondernemers hebben, maar zijn zeer professioneel. Ze zijn zeer professioneel. Ja. Wat bedoelt u daarmee zeer professioneel? De aankleding van hun producten, etiketering en dat soort zaken, zijn zaken waar ze echt op letten. Ja. We hebben dat ook benadrukt. Hè, want wil je op de markt komen, wil je concurreren, dan moet je werken aan je product. En dat doen ze. Ja, dan kijken we ook naar de ontwikkeling in het land. En veel al horen we nu van ja, willen we dat prijzen goedkoper worden in de winkels? Dat Oelenschrijf moest produceren in Mannen. Ja, ja. En veel al de metak productie moet omhoog gaan. Ja, ja. Wat hebt u degene die meedoen aan deze beurs ook aangegeven? Als het hier om gaat, moeten ze meer gaan produceren? Hoe zit dat? Ja, natuurlijk moet je meer produceren. Dat is sowieso. Zo helpen we aan de opbouw van het land. Mm-hmm. Ik zeg ze altijd van geef niet op. Mm-hmm. Weet je, ik heb één ding altijd gezegd, in tijden van economische neergang, zou je moeten ondernemen. Je zou moeten ondernemen. Je kan niet afhankelijk blijven van misschien je overheidssalaris of zo. Ja, je redt het niet. Ik doe aan Sani. En dat is eigenlijk het doel van deze beurs. Ja. 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 Goed, we moeten zijn Tamarejo Sportbond. Nee, Meersoren Sportbond, daar moeten we zijn. En Paifgua inzien? Nee, toegang is gratis. Toegang is gratis. Ja. Okay. Ik moet ook aangeven dat we een aantal dienstverleners hebben, waaronder een aantal banken, de Trustbank onder andere, het ministerie van Handel en Industrie, een belangrijk ministerie die participeert. Wat moeten ze uitleggen? Zij gaan de ondernemers, als het ware, er zijn workshops.
in een zaal. Er is een zaal op het complex. Ja. Er is een workshop. Er zijn workshops gedurende de 3 dagen. De mensen hadden de gelegenheid te registreren via de website van HE. En de opening wordt vandaag verricht door de nieuwbakken minister van Handel en Industrie. Ja, ja, ja. Hij doet de opening. Minister Stefan Sang, ja, die zal dus de opening openen. Ja, en ook de DC van Kommerwijnen. Die zal ook aanwezig zijn. Ja, dus het wordt een groot gebeuren. Het wordt een groot gebeuren, ja. Deze Igidu-beurs. Wanneer bent u tevreden? Ik ben tevreden als de mensen massaal komen. Hmm. Omdat dat is een van de belangrijke dingen wat de mensen willen hebben. Men wil dat men ziet wat men allemaal aanbiedt. Ja. Dus van deze plaats uit wil ik alle Surinamers oproepen. Ik weet dat we wandelmars hebben, maar je kan echt een uurtje of zo vrijmaken om even langs te gaan en te bezichtigen wat deze mensen te bieden hebben. Dus vandaag, morgen en zondag? En zondag, ja. Oké, goed. U hebt gesproken over dienstensector, banken, ministerie van HI zal er aanwezig zijn. Maar ik ben ook benieuwd ernaar, wordt er ook aandacht besteed aan de toerisme sector in het district? Ja, natuurlijk, omdat we ook een reisorganisaties hebben, tour operators, die participeren ook. Ja. En natuurlijk zaken als craft en neven, dat zijn zaken die toeristen aantrekken. Want vaker mee rassen niet dat je jou aan bakkie, maar onder sapon door het drapen, want we hebben geen contacten met tour operators die naar daar gaan. Ja. Dus dit wordt dat ook allemaal zitten. Ja, want tour operator daar, die gaat alle informatie geven. Ja. Ja. Dus Kommerwijnen wordt toch wel heel belangrijk voor de Kommerwijnen zijn op Mars. Ja, goed. Edmund Rens, wat laat ze me voor moji? Ja, met elkaar alles renamang. Die stimuleerde mini-ondernemers, in dit geval niet alleen uit Kommerwijnen, maar uiteraard ondernemers uit Parawan en doe mee ook toe. Kom massaal, kom deze mini-ondernemers een hart onder de riem steken, en zodat ze gemotiveerd verder kunnen gaan. Mooi. Goed, dat hebben we dus gehoord. Dat is dan Meerzorg Sportbond, daar moeten we zijn. En van 6, 7, 8 april hebben we dus, De beurstijden, heel belangrijk. Vanaf 3 uur tot 11 uur. Van 3 tot 11? Ja, 3 tot 11. Vandaag hebben we dus de opening en de nieuwe minister van Handel en Industrie. Stefan Sang, die wordt verwacht om deze Igidu-beurs te openen. We gaan naar het einde toe van deze maand in Taki. We hebben uitgenodigd van LMI. Hebben we dus zometeen in de uitzending 2 vertegenwoordigers. En we gaan praten over de 100 Champions of Suriname. En jongeren die worden dus gemotiveerd om het goede voorbeeld te geven in ons land. Einde toe van deze maand in Taki en we zullen het doen met informatie over het project 100 Champions of Suriname. 100 Champions of Suriname, het is een Engelse uitspraak. Op 7 februari 2018 is de officiële kick-off van het project in Suriname geweest. En in navolging van soortgelijke initiatieven dat 8 jaren terug in Duitsland is begonnen en nu wordt uitgevoerd in Zwitserland, Oostenrijk, Egypte, Saoedi-Arabië, Curaçao en andere landen. En het gaat erom dat wereldwijd er steeds meer aandacht besteed moet worden aan de uitdagingen waarmee jonge mensen, ook intellectuelen en professionals, geconfronteerd mee raken. Als het gaat om hun hoog kennisniveau en in de praktijk te vertalen naar productieve activiteiten. En vandaag zullen we dus hierover praten met Moreno Jackson. Goedemorgen en Gabrielle Teitel. Yes. Goeiedag. 100 Champions of Suriname. We hebben het eerder aangegeven. 7 februari 2018 is die kick-off er geweest in Suriname. Maar wat is er verder gebeurd? Wie gaat deze vraag beantwoorden? Ja, Moreno. Okay. Ja, goedemorgen, van ons is heden. Mm-hmm. Het is een hele eer om vandaag hier te zijn. Om aan te geven, we zijn dus gestart op 7 februari. Eigenlijk de officiële lancering van het project 100 Champions of Suriname. En
Daarnaast is er heel veel gebeurd. We hebben dus gesproken met bedrijven om na te gaan als zij dus geïnteresseerd zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze jongeren. Er zijn mensen geweest die hun motivatiebrief hebben geschreven. Daarover zullen we straks nog meer vertellen. Ja. Maar het is echt een periode geweest van heel veel in contact zijn met verschillende partners. Als we praten dus over netwerken, bedrijven. Goed. Maar wat is gevraagd van de bedrijven? Is het gevraagd van financiële ondersteuning? Moet ik het zo zien? Nou, ik denk dat ik daarop antwoord kan geven. Wat we hebben twee categorieën, namelijk sponsors en ook partners. Mm-hmm. We hebben dus bedrijven benaderd om zelf de keuze te maken. Wilt u nou bijvoorbeeld financieren, zo'n champion to be gewoon financieren? Of wilt u als partner gewoon binnen uw bedrijf één medewerker afvaardigen om deel te nemen aan het project? Of misschien dat u zegt van hey, ik heb wel een nichtje of een neefje of een dochter of een zoon die graag zou willen kunnen meedoen. Of de optie is er ook dat we bijvoorbeeld zeggen van hey, ik zou wel zelf willen meedoen of ik heb wel iemand voor wie ik het zou kunnen betalen. Ja, oké. Leg ons toch meer uit. Het moet duidelijker worden. Ja. Wat moet er gebeuren in dit project, 100 Champions of Suriname? Ja, om bij het begin te beginnen. Als we kijken naar de uitdagingen waarmee jongeren deze dagen te kampen hebben, vooral als het gaat om focus, er is zoveel dat op ons pad komt, want we vallen natuurlijk ook nog onder de categorie van jongeren zelf. Mm-hmm. En er is heel veel dat op ons pad komt. Jongeren krijgen zoveel distractions, waardoor zij dus niet specifiek weten wat hun doel is. Als je de doorsnee jongeren vraagt, waar sta je volgend jaar? Dat weten ze waarschijnlijk niet, omdat ze dus ja, niet geen pasklaar antwoord. Geen pasklaar antwoord, klopt. Dus dit programma helpt eigenlijk jongeren om hun doelen helder, kristalhelder op papier te zetten. En ook de tools dat wordt hun aangereikt, hoe zij dat kunnen toepassen. Mm-hmm. Dat is specifiek eigenlijk een core van het programma zelf. Is er een curriculum? Ja. Ja. Yes, zeker. De leeftijdscategorie van deelnemers is gesteld op 16 tot 31 jaar. We willen eigenlijk niemand uitsluiten, daarom zeggen we ook ieder kan deelnemen als je binnen die categorie valt. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, het maakt niet uit wie je ouders zijn, uit welke buurt je komt, je kan deelnemen. We hebben dus vier categorieën gesteld, namelijk young professionals, young intellectuals, we hebben de jongen uit de achtergestelde buurten, de districten, ook de internaten, want ook zij kunnen iets maken van zichzelf en natuurlijk ook de vrijwilligers. Ja, vrijwilligers. We hebben eigenlijk gesproken over de positieve kanten, maar hoe zit het met de jongeren die in de strafinrichtingen zitten? Correct. Hebben die ook een kans? Natuurlijk. Iedereen heeft een kans. Het kan een eerste, tweede kans zijn. En ook dat iedereen een leider is van zijn eigen leven. Ook die mensen verdienen dus ook de mogelijkheid om weer in het sociaal systeem terecht te komen, rehabilitatie. Ja. En dit programma laat duidelijk zien dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is, dat iedereen een champion kan zijn. En de definitie van een champion is iemand die zijn voor afgestelde doelen weet te bereiken, ondanks wat op zijn of haar pad mag komen. Ja, hebben we al inzendingen gehad? Hebben er personen al meegedaan? Zijn er al personen die al bezig zijn met het traject? Okay, ja. Er zijn nog geen personen bezig met de tag, daar zijn we nog bezig. We willen voor de eerste groep tenminste minimaal 8 tot 12 jongeren hebben. Mm-hmm. En daar zijn we dus mee bezig om funding voor te zoeken. We hebben ook al, zoals Moreno zei, motivatiebrieven binnengekregen. Dus die zijn we ook aan het screenen. Mm-hmm. En dus kijken als we tenminste van de maand al kunnen starten. Okay, want we zijn nu al 2 maanden verder, ja. Eigenlijk. 7 februari en morgen is al 7 april. Ja. Oké, is de tijd niet jullie beste bondgenoot? Het is een project dat uitgestippeld is over 2 jaar. Okay. En dus over een periode van 2 jaar hebben wij gemikt om 100 champions te maken in Suriname. En dat gebeurt door een uitgewerkt programma door Dr. Paul Meijer. Hij is de oprichter van Leadership Management Institute. Dat is een internationale organisatie die zich sterk maakt om mensen, young professionals, maakt niet uit, eigenlijk de tools en kennis aan te reiken hoe zij dus de leiders kunnen zijn in hun eigen leven, maar ook hoe zij gewoon effectief aan het werk kunnen zijn, hoe zij doelen kunnen stellen, hoe zij prioriteiten moeten stellen. Eigenlijk een totaal pakket om een leider te zijn. Ja. Waarom moet men meedoen? Waarom moet men meedoen?
Gaat gewoon betere mensen worden? Gaat Suriname er veel beter van worden? U zegt het zelf, ik wil denken van wel en ik ben zeker van. Ja. Als ik kijk naar mezelf, ik heb ook dit project moeten doorlopen. En aan het begin had ik altijd zoiets van oké, waar moet ik werken aan mezelf? Waarvoor is het nodig? Ik kan het wel, weet je, ik heb doelen gesteld, ik kan ze bereiken. Maar uiteindelijk zie je dat je in een bepaalde comfortzone belandt en dat het heel moeilijk is om uit die comfortzone te gaan. Ja. We zien het gewoon en dit project geeft het is best enerverend. Je hebt soms angstaanjagende momenten, ja. Maar je ziet wel dat je groeit. En ik denk dat ook de jongeren van nu, we hebben met zoveel te kampen als het gaat om onze kennis, om die om te zetten in de praktijk. Het gaat gewoon heel moeilijk. En ik denk dat die begeleiding wel nodig is. En met dit project willen we echt gewoon hands-on onze jongeren steunen, ondersteunen eigenlijk en begeleiden om initiatieven te nemen om doelgericht door het leven te gaan. Weet je, het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent, je kan gewoon een champion worden. Ja, dus boekkennis ook omzetten in de praktijk. Ja, klopt. Ja, daar komt het op neer. Ja. Kan ik nog even aanvullen? Ja. Het is dus een internationaal programma dat in meerdere landen wordt uitgevoerd. En de champions, dus als je een graduate wordt van het Making of a Champions program, word je dus ook in de gelegenheid gesteld om jaarlijks deel te nemen aan de Annual Champions of the World. En daar kan je dus in aanraking komen, eigenlijk netwerken met andere champions van verschillende regio's en kijken hoe zij dus omgaan met de verschillende uitdagingen waarmee zij dit te kampen hebben. Dit project zal 2 jaren duren. Hoe kan men, als men nog meer wil weten, hoe kan men jullie bereiken? Ja. Nou, we zijn te bereiken. We hebben een e-mailadres waar er op gemeld kan worden. We hebben daarnaast ook onze telefoonnummers indien mensen ons willen contacten. Ik kan het gewoon via jullie e-mailadres lijkt handig. Yes. Lijkt heel handig. Ja. Gabriella, apenstaartje 100championssuriname.com. En die van Moreno is gewoon Moreno, apenstaartje 100championssuriname.com. Goed, heel veel succes ermee en we kijken dus uit naar de resultaten. Yes. Dankjewel. Dan hebben we het gehad voor deze maand in Takiu gaan afronden. Ik ga ervan uit dat het een heel plezierige weekend zal worden. We hebben dus de afronding ook nog van de avondvierdaagse. Vandaag en morgen, wie worden de kampioenen voor dit jaar? Dat moet ook duidelijk worden. U zult alles ook zo mogen volgen via de STVS, want we doen ook een AVD-journaal. En de beelden, de live reportages, krijgt u ook zo te zien. En in het weekend is er ook veel voetbal te zien op tv. La Liga wordt ook live uitgezonden hier op de STVS. En de fans van Barcelona en Real Madrid, die zullen ook genieten van een heel prachtig weekend. We gaan eruit en we zijn er maandagmorgen terug. Goeiedag.